Dus jij wil leren hoe je kunt editen in iMovie. Nou, ik heb hier iMovie openstaan, dus als je dit wil leren, raad ik je aan om iMovie ook even op te starten. En dan kan je meedoen tijdens deze beginnersgids, waarin ik je alle basics uitleg van iMovie, hoe iMovie werkt en hoe jij je eerste film kunt maken met iMovie. Het eerste wat je ziet als je iMovie opstart is dit tabblad hier. En hier kan je alle projecten zien die je eerder hebt gemaakt, of zoals je hier kunt zien, nieuw project. Zelf heb ik nog geen project gemaakt, dus klik ik op nieuw project. Nou, dan kan je kiezen of je een trailer wil maken of een film. Trailer hoef ik nu niet te maken. Ik wil nu graag een film maken, dus ik klik op film. Oké, dit is de interface van iMovie en dit is dus waarin je gaat werken. Het allereerste wat we gaan doen is hier bij mijn media. Nu ga je alle bestanden hier inslepen die je nodig gaat hebben voor je film zometeen. Dus wat je kunt doen, je kunt hier klikken op mijn film 1. Importeer media. Nu kan je dus, dit zijn alle bestanden op je computer en hier kan je dus zoeken naar waar jij je bestanden hebt opgeslagen. Zelf heb ik hier een mapje iMovie gemaakt en hier staat een mapje video en hier kan je importeer selectie. Of als ik dubbelklik hierop, dan ga ik in deze map en dan kan ik hier kiezen op importeer alles. Nou, hier zie je dus alle beelden die ik nu heb geïmporteerd. Dit zijn beelden die ik snel even geschoten heb in het bos met mijn hond Siri voor deze tutorial. Dus je ziet hier al je beelden in mijn media. Je kunt deze media sorteren door met je rechtermuis op papier te klikken en een sorteerfragment op datum, naam, duur, oplopend, aflopend, whatever. Ik wil ze graag op naam sorteren. Dan gebeurt er niks, want de datum en de naam is denk ik precies hetzelfde. Dus dat maakt verder geen verschil. Oké, hier bij bibliotheken heb je een soort snelkoppeling naar je foto's, gebeurtenissen, iMovie, bibliotheek, etc. Maar we blijven nu eens even in projectmedia, mijn film 1. Hierbovenin heb je allemaal verschillende tapjes. We zitten nu dus in mijn media. Dit is alle media die je hebt geïmporteerd. Dan heb je ook het mapje of het tapje audio. Dit is alle, eigenlijk een soort snelkoppeling naar Apple Music. Alles wat je hebt gedownload in Apple. Ik weet niet of je mijn laptop hoort opstijgen nu. Ik hoop dat het niet heel erg stoort. Want we gaan gewoon door. Dan heb je titels. Dit zijn een soort motion graphic templates. Allemaal titels die je kan toepassen zometeen. Maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Achtergronden en allemaal overgangen. Nou, hier kom ik zo meteen allemaal even op terug. Voor nu gaan we dus even naar mijn media. En nu kunnen we eigenlijk gaan beginnen met de edit. Hier zie je dus al je beelden. En als je hierop klikt, dan speel je hem af. Als je klikt op de spatie of whatever, dan zie je dus dat hij hier, even mijn geluid uit, zie je dat hij hem gaat afspelen. Nou, dit is dus mijn video. En ik wil bijvoorbeeld deze clip. Als je je muis ergens houdt, dan zie je hier een lijntje. En als ik nu klik op spatie, dan speelt hij hem af vanaf dit lijntje. Als ik hem stopzet, dan komt daar een streepje te staan met hier ben je gebleven. Als ik dus hier mijn muis hou en ik klik op spatie, dan speelt hij hem vanuit daar af. Dat is belangrijk. Wat we kunnen doen, dit is interessant, dit is de allereerste stap als je gaat editen. Ik klik deze clip aan en ik speel hem af. En als ik klik op de i, dan zie je dat hij hier, hier naartoe verspringt. En nu zet je dus eigenlijk een endpoint. Dit betekent, vanaf hier wil ik het beeld gaan gebruiken. En als je doorgaat en je klikt op O, dan zet hij een outpoint. En dan zeg je eigenlijk, tot hier wil ik hem gebruiken. Dus dit is nu de selectie die ik heb gemaakt. En als ik deze clip nu naar mijn tijdlijn sleept, dan pakt hij alleen maar dit stukje. Zie je nu dat ik met mijn muis hier overheen ga en eigenlijk aan het scrubben ben en aan het scrollen waar ik hem wil starten. Nou, ik wil hem gewoon hier starten. Dit is nu mijn beeld en dit heb ik nu dus geselecteerd en in de tijdlijn gegooid. Oké, volgende clip. Deze doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Endpoint. Ik hoef hem dus niet per se af te spelen. Ik kan ook hier overheen gaan met mijn muis en dan op de i en de o klikken. Deze sleep ik hierachter. Oké, dit is nu je tijdlijn. En als je je tijdlijn iets verder wil uitzoomen, dan kan je dat hier doen. Of met een coole shortcut command en dan min of plus. Dus command ingedrukt, min zoom je uit en plus zoom je in. Oké, nou wat er bij mij gebeurt, ik heb mijn beelden gedraaid in 100 frames per seconde. En dan maakt hij hem automatisch in slow motion. Dat wil ik niet, dat kan je hier doen. Daar kom ik zo meteen ook op terug. Voor nu doe ik dit even snel. Dit is nu mijn edit. Hier geldt hetzelfde. Als ik mijn muis ergens hou en vanuit daar klik ik op spatie, speelt hij hem dus vanuit daar af. Ik wil hem nu vanaf het begin. En dan wil ik hem even kijken. Dit is nu wat er gebeurt. Hij speelt hem af. Oké, ik vind nu bijvoorbeeld dat hij hem
iets eerder mag stoppen. Dus ik wil iets eerder die cut maken naar de volgende hier. Dus wat ik bijvoorbeeld kan doen is deze inkorten. Wat ik ook kan doen, Command-Z is trouwens undo. Wat ik ook kan doen als ik hier mijn muis hou, de rechtermuisknop en dan splitsfragment. Of met de shortcut Command-B. Dan splits ik hem en dan kan ik deze selecteren en verwijderen. Nu heb ik hem ingekort en nu kun je dus zien, hij snijdt hem eerder naar de volgende. Nou, deze mag voor mij iets later instarten. Hier wil ik hem hebben. Ook weer Command-B en deze kan ik verwijderen. Je ziet dat hij hem automatisch aan elkaar aansluit en dat hij nu dus automatisch op elkaar doorloopt. Oké, dit is nu mijn tijdlijn. Ik heb twee clips in mijn edit staan en dit is nu mijn edit. Nou wil ik nog eentje toevoegen. Ik ga weer op dezelfde manier. Oh, dit vind ik een mooi stukje. En deze sleep ik hier bovenop. Dit kan dus. In je tijdlijn kan je verschillende lagen op elkaar leggen. En op die manier dus stapelen. Wat er gebeurt in een tijdlijn als je twee clips boven elkaar hebt liggen. Dit is je playhead, zeg maar. Je lijntje waar je afspeelt. Dit is wat je ziet. Dus dit lijntje is wat ik nu... Wat nu hier is, zie ik hier. Wat hier is, zie ik hier. En wat er nu gebeurt, omdat ik twee lagen op elkaar heb, de bovenste is eigenlijk degene die je gaat zien. Die laag hieronder is dus niet zichtbaar. Dat is op zich logisch, want als ik een plaatje heb en dan leg ik een ander plaatje bovenop, dan zie je het bovenste plaatje. Dat is vrij logisch. Dat is dus wat er hier ook gebeurt. Dus dit plaatje, of deze video hieronder, is nu dus niet meer zichtbaar, omdat deze hier bovenop ligt. Waarom zou je ze dan bovenop elkaar leggen? Wellicht omdat je de chill vindt werken qua organisatie van je beelden. Of even tijdelijk, of je bent nog even hier de juiste plek aan het vinden. Of sommige effecten kan je bovenop je laag leggen. Bijvoorbeeld een titel zou je bovenop je video moeten leggen, omdat het op je video zichtbaar is. Nou goed, daar komen we zo meteen ook weer even op terug. Wat ik nu dus wil doen, ik wil nu checken waar ik hem exact wil laten inkomen. Want hier met mijn in- en outpoints heb ik een beetje globaal gezegd, dit is ongeveer waar ik hem wil starten en dit is ongeveer waar ik hem wil eindigen. Maar hier in mijn tijdlijn in de edit ga ik kijken waar ik hem exact wil instarten. Bijvoorbeeld hier. Dus deze kan ik nu hier slepen. Nu start hij hierin. En waar wil ik hem eindigen? Nou, bijvoorbeeld hier. En dan sleep ik hem. Als ik klik, zie je hier een lijntje die blijft hier staan, zodat ik weer weet waar ik gebleven was. Hoppa. Als ik deze nu hier tussen deze twee in wil plaatsen, dan kan je dat heel makkelijk hier naartoe slepen. En dan schuift hij de rest automatisch voor je op. Hoppa. Als ik deze nu afspeel van hier, dan zie je dat hij eerst deze laat zien en nu deze. Het volgende wat we kunnen doen. Ik heb muziek uitgezocht van de YouTube Audio Library. Dat is gratis muziek die je kunt gebruiken en dat heeft geen copyright. Die heb ik ook staan op mijn bureaublad waar ik deze beelden heb gevonden. Dus die wil ik nu importeren en dat kan ik doen door hierop te klikken. Als ik hierop klik, kan ik weer opnieuw beelden of audiofragmenten inladen. Hier staat de muziek die ik heb gedownload. Importeer selectie. Nu kan ik deze muziek hier inslepen. Ik kan deze muziek trouwens ook een in- en outpoint zetten. Ik wil bijvoorbeeld hier laten beginnen, hier laten eindigen. Deze sleep ik erin. Nu is hij nog steeds een beetje lang, dus ik sluit hem even zo aan. Dit is nu mijn muziek. Ik kan hem afspelen, maar je hoort het niet omdat ik gewoon een schermopname doe en daarvan kan je de muziek niet zien of niet horen. Hij neemt de audio niet op, is wat ik probeer te zeggen, dus dat heeft niet zoveel zin. Maar je kan in ieder geval muziek en geluidseffecten en whatever kan je allemaal toevoegen. Oké, dus dat is, het kan trouwens dus ook via het tapje audio als hij staat in je Apple Music. Het is niet echt Apple Music volgens mij, het is gewoon muziek van misschien wel Apple Music, ik weet het niet. Als hij staat in je Apple bibliotheek, dan zou je hem daar ook kunnen vinden. Ik heb hem nu gewoon op de old fashioned way geïmporteerd in mijn bestand. Oké, titels. Dit is interessant, want hier kunnen we dus titels. Dit is allemaal al voor geanimeerd, voorbewerkt. Het enige wat je hoeft te doen is jouw titel toevoegen en hij maakt het automatisch mooi in jouw beeld. Je hebt hier allemaal verschillende templates. Hier, dit is van Star Wars bijvoorbeeld. Gescheurd, lichtbruin, vet. Nou, ik vind ze allemaal super lelijk. Er zijn wel sommige chillen die je kan gebruiken, maar dit vind ik allemaal too much voor deze specifieke video. Voor deze ga ik voor, even kijken. Super lelijk,
Super lelijk. Ja, deze vind ik mooi. Oké, deze sleep je over je video heen. Belangrijk dus dat je hem op je video sleept, niet eronder, want dan zie je dus het bovenste plaatje en kan je dus niet de titel zien. In dit geval dus erop. Hier kan je nu je tekst aanpassen. Siri in het bos, bro. Siri in het bos, oké. Hier kan je dus ook het lettertype aanpassen. Ik wil bijvoorbeeld deze, dik gedrukt, ja. Dit is cursief en met een lijntje. Ik wil gewoon dik gedrukt. Kleur, laten we dan helemaal fout gaan. Helemaal rood. Hoppa, super lelijk. Maar ik vind het goed. Als je klaar bent, klik je hier op dit checkmarkje. En als we nu vanaf het begin afspelen, dan zie je... Oeh, daar is mijn titel. En dan gaat hij ook automatisch weer uit. Super nice. Nou, nu gaan we over naar dit shot. En hier, wat doen we hier? Zullen we een aftiteling doen? Dat kan met achtergronden. Kies even de lelijkste, foutste achtergrond die je kan vinden. Deze, gadverdamme. Ook een titel, als we dan toch fout bezig zijn. Oh, wat lelijk. Dit is ook een geanimeerde achtergrond. Gadverdamme. Nu hebben we dus titels toegevoegd op een hele mooie achtergrond. Dan hebben we hier links in dit tapje nog overgangen. Ik wil bijvoorbeeld van deze naar deze een overgang. Even kijken. Rechts vegen, ja. Als je een overgang wil gebruiken in je video, dan sleep je deze tussen twee clips in. Want een overgang gebeurt natuurlijk tussen twee clips. Nu heb ik hem ertussen gesleept. Ik speel hem af en hoppa, een vette overgang. Tot zover dit linkertapje. Ik ga weer even terug naar mijn media. Overigens, als je klikt op dit icoontje hier, dan sluit je dit venster. En dan kan je gewoon even lekker gefocust aan de slag. Als je trouwens dit doet, dan kan je... het beeld vergroten en je tijdlijn verkleinen. Of andersom. Nou, ik vind het chill om gewoon even hierbij te blijven. Oké, nu gaan we over naar dit tabje hier. Als je klikt op dit toverstofje. Toverstokje. Doet hij alles, echt alles, automatisch. Ik klik hierop. Dat kan natuurlijk niet op een titel. Dus ik moet klikken op de video. En dan klik ik op het toverstofje. En dan... Bam. Nu heeft hij alles zelf ingesteld. Hij heeft de kleurnabewerkingen gedaan. Hij heeft het geluid aangepast. Alles heeft hij zelf gedaan. Dat wil ik niet. Dus ik klik even op Command Z. Ik wil het gewoon allemaal lekker zelf doen. En ik wil de controle houden. En ik wil weten wat er gebeurt. Dus gaan we hier stuk voor stuk langs ieder tapje. Als je klikt op herstel alles, dan logisch herstelt hij alles. Ik ga dat nu niet doen, want ik heb al hier slow motion ingesteld. Etcetera. Dus dat sla ik voor nu even over. Als eerste heb je dit halve zon, maan dingetje. Dit icoontje. Hiermee kan je shots met elkaar gaan matchen. Als je klikt op automatisch ook weer, dan matcht hij hem. Ik weet eigenlijk niet waar hij hem nu mee matcht. Maar of hij doet gewoon automatisch een setting startpoint voor je in. Als je klikt op stem kleur af, dan gaat hij hem wel matchen met een ander shot. Ik kan hier dus bijvoorbeeld een shot selecteren. Deze. En als ik dan daarop klik, dan matcht hij dit shot met deze. Of ik klik op deze. Nu gaat hij deze met elkaar matchen. Zie je? Deze zijn heel mooi gematcht. Nou, witbalans kan je doen door te klikken. En balans huidtint kan je ook doen door te klikken. Ongeveer op dezelfde manier. Dit vind ik niet zo heel boeiend, want dit wil ik ook allemaal zelf doen. Hier kan je een beetje je color correction doen. Dit is je contrast. Als je deze sleept, dan zie je dat die andere automatisch meegaat en dat je shot iets meer contrast krijgt. Wacht. Ik kan dit heel goed laten zien zo. Als ik deze sleep, dan pas je eigenlijk het contrast aan. Hiermee doe je je hooglichten en hiermee je schaduwen. Nou, ik wil even herstellen. Wat ik nu dus bijvoorbeeld wil doen, is ik wil gewoon een beetje contrast toevoegen aan mijn beeld. De schaduwen, ja, maar gewoon iets verder. Dit zijn je midpoints. Die kan je ook nog aanpassen. Bijvoorbeeld, ik kan het zo doen. Ik vind het zo helemaal best. Dit is je saturation. Dit betekent dus eigenlijk hoeveel kleur bevat mijn beeld. Helemaal naar beneden is zwart-wit. En helemaal naar boven is heel kleurrijk. Ik wil een beetje meer kleur toevoegen. En dit is je kleurtint. Dus hier staat, wow, hier staat pas de kleurtemperatuur aan om de kleuren warmer of koeler te maken. Dat kan je dus doen. Dus ik kan hem koeler maken en ik kan hem warmer maken. In dit geval wil ik hem een klein beetje afkoelen om hem iets neutraler te maken. Het volgende is heel erg belangrijk, want je moet nu echt even deze video liken. Sorry, maar daar zou je me echt een plezier mee doen. Like deze video, want het maakt echt een verschil. En het zorgt ervoor dat deze video meer mensen kan bereiken. Dus als je het tot zover een waardevolle video vindt, laat het me weten.
door te liken. En als je specifieke vragen hebt of iets nog niet helemaal begrijpt, dan kan je dat ook zeker weten in de comments hieronder. Of als je zegt, hey, ik vind het zo'n chille video, thanks, mag je me ook even bedanken in de comments hiervoor. Of gewoon een like geven, zou ook chill zijn. Maar like in ieder geval even deze video, dan kan ik weer verder met deze educatieve video voor jou maken. Oké, ik ga weer terug naar deze edit. Als volgende gaan we naar het crop tapje. Crop tap, zo heet het niet. Het heet bijsnijden, maar ik vind crop tap veel cooler klinken. Dus we gaan naar de crop tap. In dit geval staat hij op passend, maar je kan ook snijbijt ontvullen. Nou, je kan dan hier dit slepen, hier naartoe, hoppa, enter. En nu heeft hij hem ingezoomd en gekropt. Nou, dat wil ik niet. Dit was gewoon even om te laten zien. Je kan hem hier ook roteren. Dat wil ik nu ook niet, maar bij deze weet je dus, het kan. Het volgende is wel heel interessant. Dat is namelijk de camera shake stabilisator. Als je beeld heel erg aan het schudden is tijdens je shot, dan kan je dat stabiliseren in iMovie. Hoe meer procent je hem stabiliseert, hoe meer gestabiliseerd. Dus eigenlijk hoe meer camera shake jouw beeld bevat, hoe hoger dit percentage moet worden. Maar let wel op, hoe hoger je percentage, hoe groter de kans op bijwerkingen en dat je dus gaat zien dat het is gestabiliseerd. Je klikt hiervoor op stabiliseer schokkende video. Nu gaat hij even nadenken, hij gaat even berekenen, hij gaat even kijken wat hij allemaal kan doen om je beeld te stabiliseren en dan doet hij dat automatisch. Nou goed, je kan hem dus nog aanpassen. Ik wil dit niet, maar het kan wel. Dan hebben we het audio tapje. Hier kan je dus ook klikken op automatisch. Dan stelt hij alles automatisch in. Als je hierop klikt, dan zet je je audio uit. Dus dan mute je je audio. Dat is wat ik nu wil, want ik heb al een heel cool muziekje erin gezet. Hiermee kan je het volume aanpassen. Dus als je hem niet mute, dan kan je het volume aanpassen. Bijvoorbeeld, je kan hem zachter zetten of harder zetten. Dat kan natuurlijk ook. Trouwens, als je je beeld, je audio en je beeld los van elkaar wil bewerken, dan kan dat. Dat doe je door te klikken op koppel audio los. En nu zie je dus dat ik hier een aparte audiolaag heb. Dus deze zijn nu niet meer samen. Nu kan ik de audio verplaatsen en het beeld blijft gewoon lekker staan. Dan weet je dat ook. Dat kan dus. Dit is de ruisreductie van de achtergrondgeluiden. Als je bijvoorbeeld op de achtergrond een ventilator aan hebt staan of mijn laptop die hier aan het opstijgen is, dat is allemaal achtergrondruis dat je kan wegfilteren. Hierbij geldt eigenlijk precies hetzelfde als wat ik net vertelde bij de beeldstabilisator. Hoe meer procent je hiervan gaat toepassen, hoe groter de kans is dat je bijwerkingen gaat horen van deze audionabewerking. Maar het kan dus. Dus als het echt heel heftig is, dan kan je dat doen. Maar dus nogmaals, hoe minder je het gebruikt, hoe beter je audio zal klinken. Dit is de equalizer. Voor als je niet weet wat een equalizer is, met een equalizer kan je eigenlijk je beeldsignaal aanpassen en dus mooier maken. Dus ik wil bijvoorbeeld meer lage tonen horen of meer hoge tonen horen of whatever wat je ermee wil doen. Je kan hier niet zelf equalizen, maar je hebt wel allemaal presets. Bijvoorbeeld stemverbetering, dan zou je mijn stem dus mooier horen. Muziekverbetering, luidheid. Nou, al deze verschillende dingen. Ik zou hier bijvoorbeeld kunnen klikken op muziekverbetering. Dan hebben we dus de snelheid tool, het snelheid tapje, whatever. Hiermee kan je de snelheid aanpassen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil hem op normale tempo afspelen, zoals het dus gefilmd is. Ik wil het in slow motion hebben, traag. Ik wil het versneld afspelen. Ik wil het stilzetten. Hiermee creëer je dus eigenlijk een freeze frame. En je kan het ook aangepast, dus zeggen hoe snel je hem zelf wil afspelen. Ik wil hem bijvoorbeeld op 500%. Dan doet hij hem heel snel. Dit is bijvoorbeeld chill als je een... Hoe noem je dat ook alweer? Timelapse. Als je een timelapse zou willen maken. En snel is niet goed genoeg voor je, is niet snel genoeg voor je. Dan kan je dat dus bij aangepast zelf doen. Ik wil nu even 25%. Oké. Top. Dit is omkeren. Dus dan speel je dus eigenlijk van achter naar voor af. In plaats van voor naar achter. En behoud toonhoogte heeft te maken met het geluid. Dat betekent... als je het geluid gaat vertragen, of als je een beeld gaat vertragen, dan vertraag je ook het geluid. En wat er dan gebeurt is dat die lager wordt. Hij wordt lager. Ik weet niet waarom ik dat deed, dat vond ik even cool. Je maakt de toonhoogte lager, maar als je klikt op behoud toonhoogte, dan blijft hij hetzelfde. Hetzelfde geldt voor als je hem versnelt, dan zou die heel hoog moeten klinken. Hiermee doet hij dat dus niet. Nu wordt het interessant, vind ik. Nu kunnen we gaan color graden, of in ieder geval effecten toepassen. Hier zie je fragment filter. Ik ga even terug naar de eerste, want dat vind ik cooler. Hier zie je allemaal verschillende presets. Bijvoorbeeld gespiegeld. Nou, dit is gewoon een effect om het beeld te spiegelen. Zoals je hier ziet, je kan het zwart-wit maken, noir. En
De mogelijkheden zijn eindeloos. Laten we even kijken, wat gaan we doen? Ik wil blauw. Dit is veel te heftig, maar wat ze hebben bedacht, wat super chill is, in plaats van dit effect 100% te laten zien, wil ik het maar voor, nou, in dit geval 19% laten zien. Dus in plaats van 100% heel heftig, 19%. Nu is het minder zichtbaar, maar het is er wel. En zo kan je dus al die verschillende effecten minder heftig toepassen. Zodat het dus mooi wordt. Dus je kan zelf kiezen hoeveel van het effect je wil laten zien om het mooi te maken. Audio effect. Nou, hier kwamen we net ook al even op met of omhoog pitchen of omlaag pitchen. Als je het met snelheid gaat veranderen. Dat kan ook op een andere manier. Als je gewoon de toonhoogte wil veranderen, dan kan je hier klikken op toonhoogte 3. Octaven naar beneden of whatever die ook doet. Je kan jezelf laten klinken als een robot, gedempt, echovertraging, telefoon. De mogelijkheden zijn wederom eindeloos. Experimenteer hiermee. Check even of je dit wil en of dit nice is. Maar dat kan dus. En hier heb je nog een info-tabje. Hier kan je verschillende informatieve dingen zien over je shots. Bijvoorbeeld de naam van het shot, TDC 0002. Gedraaid op 25 oktober 2020. Dat is niet waar. Dat klopt niet. Maar je snapt het idee. Deze wordt nu 4,9 seconden laten zien van de 23 seconden. 23 seconden is de volledige lengte van het shot. En 4,9 seconden is wat nu hier in de tijdlijn ligt. Wat laten zien wordt. Nu zijn we er bijna. Ik wil nog een paar dingen laten zien. Als eerste is deze. Hiermee kan je zelf een voice-over opnemen. Als ik nu hierop klik. Oh, dan telt hij af. Heel cool. Hallo, dit is een voice-over die ik nu hier aan het opnemen ben. Wow, dat kan je zien, wat cool. En uit. Dit ga ik niet gebruiken, maar het kan dus wel. En je kan dus zelf een voice-over opnemen. Bij voorkeur met een iets betere microfoon dan gewoon van je laptop zelf. En als je klaar bent met je edit, dus dit is nu mijn hele edit. Deze wil ik exporteren. Dan komen we aan bij rechtsbovenin. Hier zie je dit deel. Tekentje. Wat is het eigenlijk? Een vierkantje met een pijltje eruit. Delen. Als je hierop klikt, dan krijg je verschillende opties. E-mail spreekt voor zich. Je kan hem direct naar iemand e-mailen. YouTube en Facebook kan je hem direct exporteren of uploaden op YouTube of Facebook. Bewaar huidig beeld. Hiermee exporteer je eigenlijk dit frame die hier nu laten zien wordt. Dus als ik dit frame wil exporteren als foto, dan kan dat door hierop te klikken. Nu wordt dit shot geëxporteerd en als het zover is, hoppa, dan zie je dat hier staat, het delen is gelukt. Cool, dankjewel Apple. Maar in dit geval wil ik mijn volledige video exporteren en dat doe je door te klikken op exportbestand. Oké, nu kan je hier de titel aanpassen. Deze heet bijvoorbeeld Siri in het bos. Bro. Beschrijving, deze video gaat over Siri in het bos. Bro. Tags iMovie. En Siri, bro. Structuur, video en audio. Als je alleen je audio zou willen exporteren, dan kan je dat hier selecteren. En dan kan je hier kiezen welke bestandsvorm je wil exporteren. In dit geval wil ik ook mijn video exporteren. Dus video en audio. Resolutie. Dit is in dit geval het hoogste. Dus dit wil ik ook exporteren. Dan kwaliteit. Laag, normaal, hoog, beste en aangepast. Nu ga ik hem exporteren op hoog. Wat je zou kunnen doen is aangepast en deze omhoog gooien, dan comprimeert hij hem nog minder. Dus dan behoudt hij meer van de details en dan wordt de kwaliteit net iets beter. In dit geval ga ik het niet doen, hou ik hem op hoog. Beste zou ik overigens niet aanraden, want dat is een ProRes bestand. ProRes is niet een bestand die je gebruikt voor een eindexport. Dus die zou ik niet aanraden. Dat is super hoog, dan comprimeert hij hem eigenlijk niet. En ik zou hem wel comprimeren, want dat vindt YouTube fijn. Of waar je hem ook gaat uploaden. Compressie is iets beter, anders wordt het een veel te groot bestand. Dus in dit geval hou ik hem op, oh shit. In dit geval hou ik hem op hoog. Hij gaat hem dus comprimeren. Comprimeren betekent, het is een groot bestand en ik maak er een iets kleiner bestand van. En hier kan je kiezen hoe hij dat doet. In dit geval staat hij op sneller. Hiermee zeg je dus eigenlijk, oké, van die kleine details, laat die maar zitten. Ik wil gewoon dat je hem snel exporteert. Dit betekent niet overigens dat hij hem echt altijd snel zal exporteren. Het betekent alleen dat hij hem sneller gaat exporteren dan als je kiest voor betere kwaliteit. Want hier gaat hij dus wel naar die details kijken en dan doet hij er dus wel langer over. Maar dan zal je kwaliteit dus ook beter zijn, zoals betere kwaliteit ook betekent in de Nederlandse taal. Dus ik zou je aanraden om te gaan voor betere kwaliteit. Als je gaat voor sneller, zoals ik nu doe, dan kan dat ook.
Hier kan je zien hoe lang je video duurt. Dat zie je hier trouwens ook. Hij duurt 17 seconden. En hier zie je hoeveel MB de video zal worden. En hoeveel ruimte die in beslag zal nemen. Ongeveer. Dit is niet precies, maar dit is ongeveer. Plus minus. Dat is wat plus minus betekent. Oké, volgende. Nu kan je kiezen waar je hem gaat exporteren. Nou, ik wil deze ook lekker naar mijn bureaublad. En bewaar. 2000 years later. Voilà, hij is geëxporteerd. Mijn film 1 is geëxporteerd. Cool. Thanks iMovie. Nu kan ik iMovie eindelijk gaan afsluiten. Als ik terug ga naar projecten, dan vraagt hij: hoe wil je dit project noemen? Deze heet Siri in het bos. Bro. En nu zie je hier Siri in het bos, bro. Hier kan je altijd later nog terugkomen. Of je kan de volgende keer gewoon lekker een nieuw project starten. Dit ding maakt veel te veel geluid. Oh, nu stopt hij. Serieus? Oh nee, dat lijkt zo omdat ik hem weggooide. Anyways, tot zover deze tutorial over iMovie. Als je nog vragen hebt, laat het weten in de comments. Check deze video hierna, want deze ga je leuk vinden. Ik beloof het je. En dat was het. Thanks voor het kijken. Tot de volgende video. Kusje van Sven. Doei.